Your Information. Bent u ervan op de hoogte dat hepatitis een ontsteking is van de lever? Een ontsteking aan de lever is erg gevaarlijk omdat de lever heel veel functies heeft. Hepatitis kan ontstaan door een virusinfectie, blootstelling aan bepaalde chemische stoffen, gebruik van bepaalde soorten medicijnen of overmatig alcoholgebruik. Als de leverontsteking ontstaat door een virusinfectie, wordt dit virale hepatitis genoemd. De bekendste vormen, hepatitis A en B, worden door virussen veroorzaakt. Een virale hepatitis is besmettelijk. De overdracht kan onder andere plaatsvinden van moeder op kind bij de geboorte, door seksueel contact of door contact met besmet bloed. Kinderen krijgen voor hun eerste verjaardag vier keer een inenting tegen hepatitis B. Enkele symptomen van hepatitis zijn vermoeidheid, koorts, geen eetlust en donkergekleurde urine. De lever kan vergroot raken en je kunt geelzucht, geel uiterlijk van de huid, krijgen. Hepatitis kan acuut of chronisch zijn. De acute vorm neemt na ongeveer twee maanden af. Chronische hepatitis kan leverbeschadiging tot gevolg hebben. Preventieve inenting voor hepatitis biedt minimaal 15 jaar bescherming. Na de eerste inenting ben je al beschermd. Wel dient een half jaar tot een jaar na de eerste inenting een herhalingsprik gegeven te worden. De tweede injectie is nodig om de bescherming voor langere tijd te behouden. De periode wanneer kinderen borstvoeding krijgen, slaan de vaccinaties goed aan. Hierdoor ontwikkelen vrijwel alle baby's voldoende afweer tegen hepatitis B. Na volledige vaccinatie is een kind langdurig, waarschijnlijk levenslang beschermd tegen hepatitis B. Bent u ervan op de hoogte dat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO jaarlijks op 28 juli stilstaat bij de virale hepatitis en de preventie ervan? Het streven is om meer internationale aandacht te vestigen op hepatitis, zodat dit stelde cijfer sneller kan dalen. For Your Information